Je bent sowieso aan het kijken. Nee, maat, ik kijk niet. Dit bestaat niet, ouwe. Oké, okay, klaar. Wacht even. Dit is echt geen sneeuwman, Gino. Nou, kijk even wat ik heb gebouwd. Hallo mensen van Potgrond en tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Ik hoor het hier. Hey! Hallo mensen van Potgrond, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Ik ben Stefan en vandaag gaan we de Blindfold Challenge doen. Oh, kijk verkeerd. Hey jongens. Hey. We gaan weer, omdat jullie het vorige week zo super tof vonden, de Blinddoek Challenge doen. We gaan Minecraft spelen met een blinddoek om. Heb je de video van vorige week nog niet gezien? Check het bovenste linkje in de beschrijving. Die was geniaal. Toen hebben we ook de 1000 likes gehaald. Dus dat moeten we nu ook kunnen halen. Laat een like achter. We gaan voor die 1000 likes. Goed zo, Beer. Repareer maar je dingen die je kapot maakt. Nee, Beer! Oké. En abonneer op ons kanaal hier beneden. Zou ik super tof vinden. En Gino, jij mag zo meteen beginnen met de challenge. Echt? En wat wij gaan doen is het volgende. Hier staan trouwens twee bordjes. Jij gaat sowieso winnen, Gino. Jij gaat winnen. Gast. Vieze snitch dat je bent, Dylan. Gaat ze allebei helpen. Gino gaat zo op mijn stoel zitten, want Gino is mijn broertje. En ja. Gino gaat op een van deze plots, moet hij iets gaan bouwen. Hij krijgt de blinddoek om en hij mag 10 minuten lang mag die dingen gaan bouwen. Je mag van tevoren wel eerst blokken pakken en in inventory doen. En daarna moet hij 10 minuten lang zijn blinddoek ophouden en wij... wij moeten hem tips gaan geven. En dat gaat natuurlijk super goed komen. En na die 10 minuten gaan we kijken wat hij heeft gebouwd. En daarna ga ik. Ja. En dat gaat helemaal goed komen. Jongens, ik moet even het opbiechten. Nee. Nou? Jullie weten toch wel Diddy Kingdoms, hè? Ik was er toch stap op, hè? Ja. Ik werd heel erg abused. Oké, Gino, nee, stop nou met alles te veranderen. Stop, gozer. Ja, als je TNT maakt, blaast hij het op. Dylan? Slash D op RGL. Jij gaat nou weer op. Ik doe legit niks. Ik doe dat niet. Jij deelt mij gewoon. Oké, okay. Wees je niet als opblazen. Niet als aan het bouwen. Maar zijn. Dylan gaat ons dus leiden. Ja, ik en Dylan gaan jou als eerste 10 minuten lang leiden. En dan ga ik en Dylan jou leiden. Ja, ja, je gaat het gewoon volgen. Wat gaan we bouwen eigenlijk? Wat zullen we gaan bouwen? Oké, okay, we gaan eerst wisselen van computer. Let's go. Yeah. Gino, jij mag eerst 9 blokken gaan pakken die je zo in al je slot zet. Ja. Want jij in inventory ga je nooit een blok kunnen pakken, tenzij je heel erg goed bent. Ja. Dus je mag even 9 blokken in inventory gaan doen en dan mag je op het plot gaan staan. Jij krijgt dit lelijke plot. Een steen, hout, Want ik weet niet wat je gaat maken. Nee. Eend, hout, een eend gaan bouwen. Een eend? Oké, dan moet ik dus geen steen en hout hebben. Ik moet, ik ga van goud maken en ik wil oranje ogen. Is dat goed? Ja. Trouwens, mijn shirt schijnt een beetje door. Kijk, je ziet die Minecraft hand door mijn shirt. Ja. Gast, doet hij een groen shirt aan? Nee, het is een beetje groen, maar niks aan te doen. Ja, het is zoals Beertje, nee. Rolt uit de bel weg. Beertje, nee. Oh, nee, Dylan. Beertje, nee. Dylan, niet dat is gewoon een ex. Dylan, niet. Nee, Beert, nee. Ik doe niks. Weg, ik doe niks. Beertje, weg nu. Kijk, ik heb mijn inventory, ik doe niks. Als je het opblaast terwijl ik aan het bouwen ben, dan word ik blij. Nee, niet terwijl je aan het bouwen is. Nee, dat is niet. Ik claim dit plot. Ik ga dus een bad eend maken, ja? Ja. Bad met een blinddoek op. Hij gaat een eend maken, Beertje. Ik ga een eend maken. Ik ga nu de blinddoek op hebben. Ja, ik ga hem nu opdoen. Nee, maar jullie gaan sowieso kut, net zoals de vorige keer, jongen. Nee, we gaan je helpen, Gino. Ja, maar dit keer goed, hè. Je moet me echt goed helpen. Ja, ik ga je in het midden zetten, / S, Injo Stefan. Ja. Oké, je staat nu in het midden van dat plot. Uh-oh. Je kijkt even naar beneden. Ja, nu kijk je naar beneden, heel goed. Dan gaan we beginnen met bouwen, Gino. Dit kan jij. Ja, ik mag beginnen? Ja, je hebt niks in je hand nog. Ja, nu goudblok. Ja, begin met bouwen. Hallo? Ja, ben ik al begonnen? Je moet wel springen, want je staat op de grond. Jij, ja, ik zie niks, hè? Even voor de duidelijkheid. Plaats ik al iets? Dat is de bedoeling. Je staat stil nu naar de grond te kijken. Ga je nog bewegen? Oh nee, Beer heeft de server laten crashen. Oh nee. My god, serieus? Dylan, nee. Ja, niks. De hele server. Jij hebt allemaal TNT lopen plaatsen, hoor. Helemaal niet. Kijk nu controle. Kijk nu de controle. Server is uit, vriend. Ja hoor, jongens. Dylan doet weer mee. Ik heb niks gedaan. Ja. Ik heb niks gedaan met de server. Helemaal kijk nu controle. Ik kan toch typen. Kijk, ik type hoi. Gast, je hebt hier een ziek groot stuk weggerold bij dit. Wat doe jij weer? Gast, wat heb jij gedaan? Het is niet bij ons. Ja? Ga je beginnen? Ja. Oké, zeg alsjeblieft. Oké, de tijd loopt, jongens. 10 minuten heeft hij.
Gast, je bent nu gewoon random aan het rondplaatsen. Ja, voor de rest wordt mij niet vertellen wat ik moet doen, dus ik kom best mat inbouwen. Je moet een beetje springen als je een pootje kan maken. Ik moet even omdraaien. Dit is echt onmogelijk, gast. Ja, lekker, lekker. Ja, lekker. Ik hoor niet eens dat ik een blokken praat. Ik ga mijn geluid aanzetten. Ja, bouw me door, Rogino. Lekker, ja, lekker, ja. Dit gaat toch op lijken. Oké, okay, lekker, lekker. Ja, ben ik gewoon lekker. Bezig? Je gaat een beetje schuin nu, ja. Lekker, je bouwt een hele trap naar boven. Lekker. Ja, 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 lekker. Dylan, ik vertrouw je niet. Dylan is niet eens online. Waar is Dylan, maat? Waar is Dylan? Oké, Gino, je moet het zonder Dylan doen. Je moet alleen ik wil mij... twee ogen. Ik wil twee ogen. TP me naar een plek waar ik een oog kan plaatsen. Ja. Ik moet twee oranje ogen hebben. En dan moet ik even een beetje... Je moet even vliegen dan. Oh ja, ja, oké. Je staat hier bovenop het hoogste blokje. Maar je moet even vliegen. Hé, man, zit je nu in game mode? Ja, nu... Oh, even twee keer spelen. Dat is genoeg. Ja, lekker. Oké, stop daar. Je gaat oog. Naar beneden. Naar achter, stukje naar achter. Ja, lekker. Plaats daar maar. Recht voor je. Ja, dat zijn drie ogen. Lekker. Dan ga je een stukje opzij. Naar links. Nee, ik wil twee ogen. Plaats maar. Ja, lekker. Twee ogen. Ja, ik moet die nou met goldblocks een beetje inbouwen. Ja, lekker. Kijk. Heel goed, Gino. Lekker bezig. Ja. Heel goed bezig. Nou ga ja. ik achter zijn ogen een beetje bouwen. Doet toch goed? Heel goed, Gino. Lekker. Je bent nu een goed stuk aan het bouwen hier zo. Ja, ja, ja. Oh, je gaat bijna buiten start, op, Gino. Start. Je moet iets dichterbij, iets dichterbij. Ja, daar zijn ze weer. Ja, lekker. Ja. Misschien moet je even een ander blok gaan gebruiken. Nee, ik moet... het is gold en dan moet ik even een beetje ronde vorm maken. En het moet dus twee ogen hebben. Ik heb een blokje erbij getroffen. Misschien kan je dat beter gebruiken. Ja, lekker. Dat is hem. Ja, lekker. Iets naar beneden kijken. Naar beneden. Kijk nu recht naar voren. Lekker. Ja, lekker. Lekker. Ja, hoppa. Liefs. Ja, lekker, Gino. Nu wordt het mooi. Lekker. Liefs, bezig, toch? Jongen. Het klinkt ja, echt als bezig. Liefs van bomen. Je moet even wat gaan vliegen, want je staat nu op de grond. Ik snap er geen zak van. Stefan, waar moet ik bouwen? Ik moet iets rond bouwen, voor je. Een beetje. Oh, naar beneden onder je? Je staat nu op de grond. Oh god, Stefan. Help me nou, wat moet ik doen, op de grond, je staat nu op de grond. Ja, lekker, lekker, ja, lekker. Bouw een beetje omhoog. Ik wil een beetje rond. Ja, lekker. Achter de ogen is dit, hè? Ja, dit is achter de ogen. Ja. Ja, maar lekker, lekker. Heb je gele bladeren dan ofzo? Oh, je staat nu stil, je zit vast. Ja, lekker, plaats onder je. Oh, je gaat niet te hoog. Oh, ja. Iets achter je. Is het bouwwerk? Ja, lekker. Lekker, Gino. Ja, lekker. Zo ga je goed, jongen. Ja, bijna af. Nu ben je af. Echt bijna heel af. Goed bezig. Je vlot wordt al best wel vol. Hij is bijna af, denk je eens. Je hebt nog 1 minuut precies, Gino. We gaan al tot 5 minuten. Ja, goed plan? Ja, dat is helemaal prima. Oké, misschien moet je even een ander blok gaan pakken. Zou ik je even een nieuw blok geven, anders? Ja, geef me even een nieuw blok. Ja, nu heb je een goed blok. Ja, lekker. Zand? Lekker. Je moet een beetje vliegen, misschien. Zand kan wel goed zijn. Dat is een beetje geelachtig, hè? Ja, dat is mooi. Lekker, Gino. Dit wordt al echt best wel aardig goed. Ik denk niet dat ik het beter kan doen dan dat jij het doet, Gino. Nee. Het wordt best wel mooi, inderdaad. Ik ben hem nou rond aan het maken, right? Ik ben er nu een beetje omheen aan het lopen. Beetje rond. De ogen zitten daar aan de voorkant. Ja, lekker. Ja, oké. Okay. Een stukje achter. Ik maak hem iets ronder nog. Ik maak hem iets ronder. Nee, ja? Je moet nog een beetje erbij bouwen. Je bent bijna klaar, Gino. Ja, maar dan wil ik wel een beetje liefst overheen. Anders alleen zand, dat is ook zo. Je hebt nog 10 seconden, Gino. Ja, alleen zand is ook lelijk. Dus ik doe zo een beetje op zijn rug. Ja, lekker. Een beetje leaves. Oké, en stop de tijd. Stop. Ja, klaar. Ja, mag ik mijn blinddoek afdoen? Je mag je blinddoek afdoen. Oh, ben zo benieuwd naar mijn eend. Ta-ta-da-da. Gast, Steven, waar? Doe het terug. Ja, dit heb je gebouwd, Gino. Heb jij laaf? Vragen mij hoe die laaf er komt. Waar zijn de ogen? Ik weet van niks. De ogen staan hier. Hier, kijk. Hier zijn de ogen. Twee oranje ogen hier. Kijk eens, hallo. Wat was... Hallo, kijk eens. Hier. Twee oranje ogen. Kijk, hier had de eend moeten komen. En je zat een paar keer een beetje bij dat plot hier zo, hoe je daar kwam. Geen Waarom idee. Waarom heb ik crash geplaatst, ouwe? Volgens mij is Gino. Kijk, hè, achter je. Ja. Hier achter je, een beetje buiten de baan. Als je hier zo heen gaat naar deze village, dan vloog je opeens heen. Zit hier zo wat op de toren. Waarom je dat hebt gedaan, weet ik ook niet. En hier zo nog een beetje. Oh. Niet aan mij vragen, niet mij blamen. Het was Dylan. Maar ik heb wel twee ogen gemaakt en een beetje. Ja, van zijn dat hoofd. Ziet er goed uit hoor, jongens. Hey, lekker. Ja, alleen. Lekker. Zijn poot is eraf gehakt. En, ja. Ik ben bang, Gino, dat ik dit niet beter kan. Ik durf haast nu niet die blinddoek op te zetten. Dit is echt wauw. Oké, Stefan, laten we gaan switchen. Let's go. Oké, Dylan kan onze lelijke bouwwerk niet aan, dus we gaan het zonder Dylan doen. Ik ga een paar blokken uitkiezen. Ik moet dus een sneeuwmannetje gaan maken. Ik heb hier snow en pumpkins. Ik heb deze hele mooie blokken. Dit is het belangrijkste blok.
Die past ook wel zo in de zomer, hè? Een sneeuwman. Ja, daar past wel goed bij. Even kijken, wat zou ik nog meer kunnen gebruiken? Oké, Gino. Ja. Ik ben er helemaal klaar voor. Ga je me helpen? Blinddoek op en ik ga je leiden. Bro, I got this, man. I got this. Oké, ik ga een blinddoek omdoen. En dan gaan we beginnen, jongens. Gino, zet jij zo de timer? Oké, Gino. Ja, are you ready? Ben je er klaar voor? Ja, je hebt hout in je handen. Onthoud dat. Let's go. Ik heb hout in mijn handen. Mensen, laat een like achter. Al denk je dat ik het beter ga doen dan Gino. Laat nu alvast in de reacties achter. Kijk even mijn ding af en laat daarna weten wie gaat er winnen. Of ik, of Gino. Ik kan alleen jullie comments niet lezen, want ja, ik zit voor altijd met een blindekop, sorry. Maar ja, we gaan het proberen, ja? Oké, even kijken. Waar zijn de timer is gestart. Let's go. Oké, ik heb hout, hè? Ja, okay, je hebt hout. Let op, I got this, sneeuw. I got this. Je staat inderdaad nu goed te bouwen, ja, heel goed. Is er een sneeuwman? Één sneeuwman heb je gemaakt. Oh, dit, maat. Maat, I got this, man. Oh, je maakt de sneeuwman iets hoger. Oké, wacht, ik ga gewoon aan een grote sneeuwman beginnen, oké? Ja, ja, probeer maar een grote sneeuwman. Let's go. Juist, beetje juist. De zijkant wat hier. Ik hoor geen blokken juist meer. Nee, iets vliegen moet je. Je staat tot rond stil nu. Bas, wat maak jij, Stefan? Ik maak een sneeuwman. Sneeuwman. Ik heb er geen blokken meer. Gasten. Waar ben je? Je bent veel te hoog, ouwe. Echt, ouwe? Doe even een stukje naar rechts. Doe even een stukje naar rechts. Ja. Zo? Even een stukje naar links. Een stukje naar links. Gast, ik weet niet waar ik ben, hè? Verder naar links. Gast. Ja, heel goed, heel goed. Oké. Okay. Je hebt nu... Ik hoor niet eens wat. Heel goed. Nou, oh. Gast. Wat ben ik aan het doen? Vierkante sneeuwman maken. Ja, ja, dat moet ook. Sneeuwmannen zijn vierkante in Minecraft, Gino. Ja, dat moet ook. Dat zeg ik ook. Ik ben gewoon random aan het klikken. Ietsje omhoog, omhoog. Heel goed. Juist, juist. Oh, ik hoor wat. Ben je lekker aan het kijken, Stefan? Ik hoor wat. Je bent sowieso aan het kijken. Nee, maat, ik kijk niet. Dit bestaat niet, ouwe. Oké, klaar. Wacht even. Dit is echt geen sneeuwman, Gino. Nou, kijk even wat ik heb gebouwd. Stop even, Stefan. Matty, ik kan dit. I got this. Precies. Lekker doorgaan weer. Lekker. Dat is zijn arm zeker. Dat is zijn poot. Wat moet ik doen? Moet ik omhoog bouwen? Ja, omhoog. Helemaal omhoog, Stefan. Omhoog, omhoog. No, zo, gast. Kijk, ik ga gewoon een muur bouwen. Ben ik een muur aan het bouwen? Goed zo. Ja, mooi, ja, dat hoort ook bij de sneeuwman, hè? Die is in een iglo. Ja, ja, ja. En nu moet het een beetje draaien. Stefan. Nog omhoog, zo. Nog omhoog, Stefan. Ja, heel goed, Stefan. Doe ik het goed? Kijk, hoe kan dit nou, ja, hoe kan dit nou? Nee, gast, dit is gewoon... Hij kijkt toch gewoon? Doe ik het goed of niet dan? Ja. Ik kijk sowieso. Bro, jullie sturen me niet eens. Nee, ze doet het veel te goed, ouwe. Echt? Zullen we je sneeuwman even verder bouwen, Stefan? Ja, kun je hem even afmaken? Ja, wacht hier. Ja, hier. Gast. Je bent nu aan zijn lichaam bezig. En, oh, je hebt een sneeuwman echt gemaakt. Zeg maar, loopt er nu eentje rond. Echt? Oh, laat ik heel veel. Al drie. Waar zijn ze? Matty, wordt het goed of niet, rechts. Hè? Ja, je bent nog niks aan bouwen, maat. Je plaatst allemaal pumpkins. Ja, jongen, pumpkins horen erbij. Jullie slopen de heer Gorent! Nee, echt niet, Steven. Helemaal wel, vriend. Jij hebt nog 2 minuten, of 1 minuut. Jullie tp'en mij. Dylan, weg! Dylan. Dylan, nee, ga weg! Niet erbij, Gino. Nee. Dylan, nee. Stop, weg ermee. Nee. Dylan, nee. Hij heeft het opgeblazen. Nee. Hij heeft het opgeblazen. Niet. Ja, het is weg. De helft is opgeblazen. Nee, helemaal niet, Stefan. Bro! Jawel, hij heeft het opgeblazen. Ik zie niet wat je kapot hebt gemaakt, maar het is nee, super inderdaad. Erg. Nee, ga gewoon verder, Big. Ga verder. Okay. Je hebt nog maar 1 minuut. Ik heb nog geen blok. Wat heb ik in mijn handen? Ik ga je mee helpen, Big. Ik ga je mee helpen. Die team wat je plaatst. Gast. Oh, zonde, nee. Ouwe. Hij was net zo ver. Wat? Hij doet het zelf. Hij plaatst 10 toe zelf. Jij steekt het aan. Ja, dat is toch verleidelijk? Gast. Nee, jij hebt... Nee, dat stop is jij maar. Heb je echt mijn plot opgeblazen? 2 keer. Bro! Wat is je probleem, vriend? Kijk, je plaatst zelf TNT, hè? Ja, helemaal wel. Echt wel. Helemaal wel. Matty. Kijk, Stefan, hoe het eruit ziet, Stefan. Kijk eens zo'n bundoek. Gast! Hier stond eerst nog een beetje een vierkant lichaam. Dylan, nee! Bro, nee, Dylan, nee! Oh Dylan, my god. Jij bent god. Een obsessie van TNT, man. Ja, dat is mijn... Dylan is verslaafd aan TNT, jongens. Ik denk dat het een goed idee is als we voortaan op een surf iets doen dat we of de TNT disablen, of Dylan geen OP meer geven, of Dylan thuis laten. Wat denken jullie, kijkers? Laat weten in de reacties hoe wij dit ooit moeten oplossen. Ik denk dat ik heb gewonnen. Ik had een ziek goede sneeuwman zonder te cheaten. Oh. Oh my god, bro. Ik heb per ongeluk... 10.000 blokken TNT geplaatst. Nee, kerel! Oh, het gaat al. Oh my god, oké.
Mensen, laat in de reacties achter wie heeft er gewonnen deze challenge. Ik denk... Oh, het gaat hier mij TP'en. Wat een kerel ben je. Oh, ik haat jullie zo erg. Ik heb sowieso gewonnen. Ik heb zonder te spieken... Helemaal niet. Ik heb beter iets gemaakt, hoor. June heeft gecheat. Hij heeft gekeken. Nee, helemaal niet. Ik helemaal heb gekeken. Wel. Doe eens normaal. Wie heeft er gecheat, jongens? Wie heeft er gewonnen? Ja, met cheater erbij. Gino of ik. Laat het weten. En dan heb je een oplossing om Dylan... Misschien moet er ooit een gevangenis downloaden. Dylan daar gewoon elke video inzetten. Nee, zo kan je niet zijn. Zo kan je niet zijn, Beer. Zo kan je niet zijn. God, oké, ik ben geliefd. Oh, gast. Ik heb het overleefd. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nou tof? Laat even een dikke vette like achter. Abonneer op ons kanaal hier beneden. En volg ons op Instagram. Staat hier bovenaan in beeld. Staat ook in de beschrijving. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette peace. Gast. Zeker, zie je, ik kan het zeggen. Lekker.